Aangezien al een fantastische ex-runner, Candy Maartens, de naam zou u niet mogen bekend zijn, zeker niet als u zegt ridderkunner. Voilà, er wordt spontaan een applaus uit voor deze fantastische ex-runner, die een werkelijk prachtprestatie op zijn naam staan heeft. Candy, welkom. Ik ga eens proberen een beetje te morsen met de micro, dat je hier ook makkelijk in kunt babbelen. Dus ik zeg welkom, ben je blij dat je erbij bent? Doe de kansjes net uit, we zijn erbij. Voilà, ik ben erbij. En wat vind je van al deze mensen hier? Mooie mensen, hè? Ze zien er goed uit. Oké, ze zien er inderdaad schitterend uit. En ook, ze zijn duidelijk, ze vallen mee. En eigenlijk, ja, wil je mensen wel voldoende wat tegen de tijd gepasseerd hebben? Oh, dat kan ik wel doen, hoor. Ze zijn niet gewoon toch een vliegtuig. Nou, je zit inderdaad zo te midden dat je een wereldkampioen is, Bens. Kan je klaar, hè? Als je het kan, dan val ik er ook natuurlijk voor de week, maar kom. Kan toch niet meer aan, denk je, dus je ziet het nog niet. Tot onze leerlingen vanavond is de vierde editie van Guido in dag 2018. 147, ik heb ze allemaal geteld en ik ben bijna zeker dat ik juist ben. Zoals u ziet is de koers in richting op dit jaar veranderd. In plaats van naar de richting Mars te rijden, gaan we nu in een hele koers die op til staat. En zoals ik al zei, in deze grote koers, we hebben ongeveer 147 deelnemers. Dat is toch heel ontzettend veel eigenlijk. Ik denk dat de beste gaan winnen. Dat zou kunnen, maar in de koers is het niet altijd zo, hè? Ja, als we een beetje slim zijn, dat is ons dan. Het valt wel goed in. Oké, dus er zijn eigenlijk twee voorwaarden voor een goede renner. We moeten een beetje slim zijn en kunnen stampen. Ik kan